3 nieuwe coronabesmettingen. In totaal nu 8. Het is woensdag 11 maart. Dit is Zeeland Nu. Zeeland, gunstige provincie wat corona betreft. Plannen tegen stikstof, maar Vlaanderen is boosdoener. En consument spint garen bij olieoorlog. Dag dames en heren. 3 nieuwe coronabesmettingen zijn er vandaag bijgekomen in Zeeland. Het gaat om 2 vrouwen uit Vlissingen en 1 uit Rijmerswaal. Daarmee komt het aantal geregistreerde mensen met corona in onze provincie op 8. Volgens de GGD zitten we in Zeeland niet slecht wat corona betreft. Zeeuwen maken zich zorgen over de verspreiding van het virus. Dat bleek vanmiddag bij het radioprogramma De Zeeuwse Kamer, waar luisteraars vragen konden stellen aan arts infectieziekte Hetty Koppenaal van de GGD Zeeland. En volgens haar hoeft ons hier in Zeeland wat minder zorgen te maken. Ik denk dat het virus zich minder fijn voelt in Zeeland dan in een hele drukke stad met overvolle metro's en openbaar vervoer, mensen dicht op elkaar. Dus wat dat betreft, Zeeland is natuurlijk een relatief lege provincie. En mensen zitten veel in hun eentje in de auto en de treinen zijn relatief leeg. En dat is denk ik voor het virus, is dat, weet ik wel zeker, die houdt daar niet zo van. Toch is het juist in een vergrijsde provincie als Zeeland belangrijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Want vooral voor zieke ouderen is het virus levensgevaarlijk. We willen zorgen van de verspreiding van het virus, de overdracht, dat willen we stoppen her en der, zodat minder mensen tegelijk ziek gaan worden. En we willen de kwetsbare mensen beschermen. Dus de ouderen en de mensen die chronisch ziek zijn, dat is eigenlijk het grote doel. Alle vragen en antwoorden van de GGD-arts vind je terug op omroepzeeland.nl. Ja, en inmiddels zijn er meer gevolgen merkbaar van het stijgende aantal coronagevallen. Zo hebben veel Zeeuwse voetbal- en hockeyteams een vrije zaterdag, omdat de thuis- en uitwedstrijden van alle Brabantse sportclubs zijn afgelast. En diverse woningcorporaties in Zeeland vragen aan huurders die reparaties aan hun woning willen eerst of ze ziek zijn. Zo ja, dan komt er voorlopig geen monteur. Ja, en dan nog iets heel anders wat corona betreft. Want het virus heeft deze wachtruimte van het huisartsencentrum Goes een stuk opgeleukt. Leuntje en Merien sieren daar de ramen. Het Zeeuwse koppel van tekenaar Jan-Willem Hament, dat op menig kalender, vaadoek en mok staat, waarschuwt bezoekers voor het coronavirus. In Andeheven, sorry, dat is mijn beste Zeeuws. Dat is bijvoorbeeld 1 van de teksten. De provincie heeft een plan gepresenteerd om de uitstoot van stikstof tegen te gaan. Zo moeten natuurgebieden uitgebreid en versterkt worden. Probleem is alleen dat de helft van de stikstof in Zeeland afkomstig is uit Vlaanderen. Het lijkt een gevecht tegen de bierkaai. In Zeeland gaan we 100 km per uur rijden op de A58 om de uitstoot van stikstof te beperken, terwijl dezelfde stikstof vanuit het zuiden de provincie indrijft door de Vlaamse industrie. Zeeland en Nederland proberen Vlaanderen erbij te trekken. Vlaanderen is ook bezig met stikstof. Dat waren ze al. En ze zijn ook wel een beetje geschrokken van wat er nu in Nederland gebeurt. Afgedwongen door een rechtszaak. Dat willen ze ook voorkomen. Dus we zitten met elkaar aan tafel. Niet alleen omdat wij als Nederland Zeeland daar belang bij hebben, maar omdat zij er ook een belang bij hebben. Stikstof zorgt voor verzuring van de bodem, waardoor de natuur verstoord raakt. In Zeeland gaat het met name om duingebieden op de kop van Schouwen, bij Oostkapelle en het Zwin. De provincie wil nu de natuur daar verbeteren. Kun je met een aantal maatregelen, je kan bijvoorbeeld met plaggen, je kan met een bepaalde manier van maaien. Dus echt het bewerken van het gebied waarmee je de natuur een handje helpt. En bij het provinciehuis waar de plannen vandaag zijn gepresenteerd is Ariane Lafort. Ja, Ariane, dat is toch een beetje een raar verhaal dat het hier eigenlijk om Vlaamse stikstof gaat. Ja, dat is een heikel punt, hè? De Vlaamse rol in dit geheel. Het is ook iets waar de Zeeuwse politieke partijen echt over morren. Kijk, Vlaanderen die gaat wel wat doen tegen de stikstof, maar ja, wanneer? Net zoals in dit hele plan, het Zeeuwse plan voor de aanpak van stikstof, eigenlijk nergens een streefdatum wordt genoemd. Ook niet als het gaat over de verbetering van de eigen Zeeuwse natuurgebieden. Toch kan het plan vooralsnog op positieve reacties rekenen, bijvoorbeeld van de Zeeuwse boeren. Als het gaat om stikstof liepen de emoties bij boeren het afgelopen jaar hoog op. Ze voelden zich aangewezen als boosdoeners naast vervuilende industrie. Maar Zeeland is vooral een akkerbouwgebied. Er zijn weinig veehouderijen die weg moeten bij natuurgebieden.
Zeeuwse boeren zijn in ieder geval blij dat in de stikstofaanpak van de provincie Zeeland staat dat niemand onteigend wordt. Verkassen gebeurt alleen op vrijwillige basis. Ja, nou, we hebben dat in goed overleg met de provincie. Zijn we het daarover eens geworden dat vrijwilligheid toch de basis moet zijn. En we zijn blij dat er geen gedwongen uitkoop zal zijn. Ja, opgelucht? Ik ben blij dat alle sectoren de verantwoordelijkheid nemen. Maar het is natuurlijk wel, we moeten veel moeite doen om een klein beetje terug te gaan in stikstof. En als er dan een klein beetje meer uit het buitenland komt, dan is het weer allemaal teniet gedaan. Dus het geeft ook wel een heel dubbel gevoel. Ja, dat je het een beetje voor Jan met de korte achternaam zit te doen. Ja, daar ben ik wel een beetje bang voor. En daarom zijn we ook blij dat ze echt gaan meten. Want dat kunnen voor persoonlijke bedrijven, kan dat een heel groot verschil maken. Ja, en Ariane, wat merken wij nou op korte termijn van die stikstofplannen? Nou ja, over een paar dagen, hè, moeten we op die A58 100 km per uur gaan rijden. Dat levert trouwens in Zeeland veel meer stikstofreductie op dan gedacht. En daardoor is bijvoorbeeld nu een nieuwbouwproject in Burghaamsteden, de aanbouw daarvan, is nu toch weer mogelijk. Dus niet alleen beperkingen, ook mogelijkheden. Dankjewel. De benzineprijzen in Zeeland zijn fors gedaald. En die net over de grens nog meer. In Zelzaten bijvoorbeeld kost een liter euro 95 nu 1,17 euro. De lagere prijzen komen door ruzie op de oliemarkt. Saoedi-Arabië en Rusland hebben oneenigheid over de prijzen voor olie. En dat resulteert in lagere benzineprijzen bij ons aan de pomp. In Zeeland kost een liter benzine nu rond de 1,50. Dat is veel goedkoper dan een paar weken geleden, maar wel nog steeds ruim 30 cent duurder dan in België. De broers Jeroen en Jelmar wonen in Axel, maar ze hebben hun hart verloren aan Georgië. Ze studeerden er en Jeroen vond er de liefde van zijn leven. Om meer mensen kennis te laten maken met het land, zijn ze een reisbureau begonnen. Met alleen maar reizen naar Georgië. Het landschap in Georgië is niet te vergelijken met dat van Axel, waar de broers Jeroen en Jelmar geboren en getogen zijn. Niet zo gek dat ze hun hart verloren hebben aan het land dat zo'n 4000 kilometer verwijderd is van hun geboortestad. We zijn in 2009 voor het eerst in Georgië geweest en uiteindelijk sindsdien zijn we verliefd geworden op het land. Het is een bijzonder mooi land met een hele grote variatie aan landschappen, aan steden. Een hele oude cultuur die nog heel erg levend is onder de mensen. En ik denk dat heeft ons heel erg geraakt. Mijn vrouw is Georgisch, dus ik heb ook familie daar zitten en daarmee ook heel veel contacten. En zo zijn we begonnen om een vakantiebureau op te starten en onze contacten te gebruiken om ook voor Nederlanders het land Georgië te laten ontdekken als een vakantieland. Dat ze broers zijn heeft zo zijn voordelen bij het runnen van een reisbureau. Dat gaat eigenlijk bijzonder goed. We vullen elkaar heel erg aan. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we niet te veel in elkaars vaarwater zitten. We wonen nu nog samen thuis. Dus het is heel dagen zit je bij elkaar. Dus het is heel korte lijntjes, heel snel communiceren. En we weten precies wat we elkaar van elkaar kunnen verwachten en wat niet. En dat is wel heel relaxed om daarmee samen te werken. Aan de keukentafel wordt dan ook veel gepraat over de toekomst. Plannen zijn er genoeg. En we hopen wel dat het echt een succesverhaal wordt voor ons. En buiten om het toerisme ook het land helpen. We maken heel veel gebruik van lokale gidsen en lokale mensen die of nog niet of net het toerisme in zijn gestapt. Om hen ook op weg te helpen. En we hopen eigenlijk daarmee ook in de regio ook mensen meer aan het werk te krijgen en daar ook wat meer werkgelegenheid te creëren. Toch raken we de jongens niet op korte termijn kwijt aan Georgië. Jeroen die overweegt dat zeker wel. Zijn vrouw komt natuurlijk ook uit Georgië, dus voor hem is die stap niet zo groot. Voor mijzelf zie ik dat nog niet zo snel gebeuren. Ook omdat mijn gedeelte van de zaak ligt vooral in Nederland, het klantcontact, de marketing. Dus daarvoor zou ik niet zo snel naar Georgië verhuizen. Maar misschien op mijn oude dag zou ik het zeker wel zien zitten om mijn pensioen te slijten in Georgië. Op Walcheren wordt ongeduldig gewacht op het antwoord van minister Cora van Nieuwenhuizen op de vraag of het strand opgehoogd wordt dit seizoen. Door de stormschade van de afgelopen maanden zijn stukken strand weggeslagen. En als er niet wordt opgehoogd, is er geen plek op het strand voor slaaphuisjes bijvoorbeeld. En je zal maar net flink geïnvesteerd hebben in zo'n huisje.
Maar ja, je rekent er toch op, want je begint in februari te zeggen, god, wanneer gaan we naar het strand? Of wanneer kunnen we? En dat is nou wel een teleurstelling. Spiksplinternieuw is het. Het strandslaaphuisje van de 85-jarige mevrouw Van Bels uit Vlissingen. Al 55 jaar verblijft ze elke zomer op het strand vlakbij Westduin. Omdat haar oude huisje begon te vervallen, liet ze afgelopen winter een nieuw stulpje bouwen. Want het is haar lust en haar leven. Ja, het is er altijd heerlijk. Zon, zee, schepen die voorbij komen. En ook de mensen die daar wonen. Je kent ook iedereen. Het is ook altijd gezellig. Mevrouw Van Belzen is de pineut geworden van het stormgeweld van afgelopen maanden. Het strand werd daardoor te smal om haar huisje te kunnen plaatsen. Samen met haar treuren nog 31 andere eigenaren. We weten dat we afhankelijk zijn van de natuur, maar wat er nu gebeurt is eigenlijk, heeft nog nooit plaatsgevonden. Ja, ze zijn heel teleurgesteld aan de ene kant. Aan de andere kant blijft er altijd nog een stukje hoop. Eigenlijk een stukje ongeloof dat het niet kan, maar ook nog een stukje hoop dat het misschien toch allemaal nog wel goed komt. Dat het goed komt, hopen ook de provincie, het waterschap en de kustgemeente. Zij deden 2 weken geleden een dringend verzoek aan de minister om nog voor het hoogseizoen een zandopspuiting uit te voeren. Rijkswaterstaat ziet er geen noodzaak toe, omdat de veiligheid niet in het geding is. Ook camping-eigenaren bij Westkapelle hopen op snel ingrijpen. Als ze niks aan de helling gaan doen, zoals u ziet, dat het heel moeilijk wordt voor de mensen om er te komen. Ik heb ook vissers, oudere mensen met rollators, rolstoelen. Mensen met een kajak die willen vissen. Het wordt allemaal heel moeilijk omdat de helling helemaal weg is. Normaal gesproken liggen van die houten vlonders. Zeker voor oudere mensen die naar de strandcabines willen lopen. Dat is er niet meer en komt niet ook omdat ze heel vlug weg zullen spoelen. De strandovergang wordt eind april, als het stormseizoen is afgelopen, opgeknapt. Zo laat het waterschap weten. En dat is goed nieuws, maar hier willen ze meer. De mensen liggen meer hutje-mutje. En als je in de zomermaanden een hoog tij hebt, springtij kan je ook hebben in de zomermaanden, dat de mensen heel op elkaar gedrongen liggen. En ja, wat ook eventueel een beetje ergernis, frustratie kan opleveren. Dus ik denk, ik voorzie probleem. De hoop is nu gevestigd op Den Haag. Als die suppletie een feit gaat worden, dan kunnen we in ieder geval nog genieten. En wij niet alleen, ook de dagtoeristen natuurlijk. Want het is niet alleen maar voor ons, want ook de dagtoeristen kunnen hier ook niet meer terecht. Ja, in mijn leeftijd, dat speelt ook mee. Dus ik hoop dat ik toch nog een seizoen een keer naar het strand kan. Binnenkort wordt duidelijk of dat ook deze zomer nog kan. Zo niet, dan kan ze haar huisje alleen bezoeken op dit opslagterrein in Dishoek. De dag begon weer regenachtig, maar het trok grotendeels open en werd uiteindelijk nog zonnig. Het werd 10 tot 14 graden. Vanavond en vannacht komt de bewolking terug en daarmee de regen. Morgen af en toe een bui, maar ook zon. En de temperaturen die gaan wat omlaag. Zometeen Zeeland 100% verkeersveilig. Vertel nou eens, hoe kan het dat mensen zoveel fouten maken in het verkeer? In het verkeer komt eigenlijk onze meest primitieve kant boven. Dan vallen we heel snel terug op ons reptiele brein. Dat is het meest primitieve stukje in ons brein. En dat is eigenlijk alleen maar gericht op vechten, vluchten of bevriezen. We willen overleven. Dat deel van ons brein wordt vooral actief als we ons bedreigd voelen. Ja, en hoe dat precies in elkaar zit, je bedreigd voelen in het verkeer en wat dat tot gevolg heeft, dat zie je zo meteen. Daarna het uitgebreide weerbericht. Ik wens u alvast een hele fijne avond.